begrijp hoe ze dit gaan doen. Het zou toch veel leuker zijn als er gewoon een aflevering en dan een vlog van wat dan niet zo geëdit. Een aflevering hashtag 5. Ja, en dan gewoon wat nee, je doet. Nee, dat er en... gewoon vlogs komen. Ja, vlog 1 naar... Jammer. Zijn jullie wel eens verliefd geweest? Ja. Ja. Wie van jullie is er wel eens verliefd geweest? Ja, ik. 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 Handjes? Ja. Weet je wat het is? Ik denk dat ik verliefd ben geweest. Ik vind dat ook moeilijk. Ja, hoe voelt het om verliefd te zijn? Dat weet ik niet, denk ik. Maar hoe ik nu denk hoe het is om verliefd te zijn, ben ik wel 1 keer verliefd geweest. Ja. Flynn, wil jij wat vertellen over op wie je verliefd bent geweest? Ik heb echt heel veel verschillende crushes gehad. Dat is misschien eigenlijk wel iets anders dan voor echt verliefd zijn. Maar ik heb echt om de seconde een crush en elke seconde ook weer een nieuwe crush. Dus ja. Heb je op dit moment een crush op iemand? Ja. Wow, ik heb jou nog nooit zo verlegen gezien. Ja. Dat heb je als je praat over je crush, Sophie. Mm. Dan word je verlegen. Waarom denk je anders dat de serie Blozende Oortjes heet? Ik wou Blushing eerst zeggen, maar Blozende Oortjes. Je krijgt er zelfs blozende oortjes van. Talking about the first time. Talking about the first time. Situationship. Wie van jullie is er nu verliefd? Ik. Ik ook wel. Nog. Jorg, op wie ben jij verliefd? Ja, ik ga geen namen noemen. Nee, maar de cameraman. Ik ken die persoon. Ah, en de cameraman is ook wel leuk, maar toch wel iemand van mijn school. Ja. En wat voor iemand is het? Ja, iemand. Ja. Ik ga geen detailleerde uitleg geven, want dan weet ik alweer mijn hele klas. Want wat is dat dan precies, verliefdheid? Ja, dat is echt een goede vraag. Ik denk als je gewoon met iemand gewoon echt een speciale connectie hebt die je niet met andere mensen hebt. En dat je gewoon aan iemand alles kwijt kan. Dat je iemand echt gaat missen als je iemand langer niet hebt gezien. Dat je steeds aan diegene moet denken, dat je diegene gewoon wil. Diegene wordt voorstellen aan je ouders, bijvoorbeeld. Als ik iemand leuk vind en diegene stuurt me bijvoorbeeld een berichtje en ik zie die naam dan zo, dan krijg ik zo'n gevoel in mijn hart. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik krijg nog zo'n gevoel en dan weet je van, oké. Okay. Dat je vlinders in je buik krijgt, zoals je het leert op school. Maar als je het gewoon heel fijn vindt om met diegene door tijd door te brengen en dat je gewoon moet lachen als je over diegene praat, volgens mij dat. Dat denk ik. Als je dan verliefd wordt op iemand, hè? Hoe check je dan of diegene dat dan misschien ook op jou is? Navragen. Kan je wel voelen, denk ik, gewoon als het wederzijds is. Vragen? Ja, als het zeggen. Ja, je weet het niet echt. Je kan het voelen, maar je kan het nooit echt 100% zeker weten, denk ik. Flirten helpt altijd, toch? I guess. Gewoon vragen. Je leeft maar 1 keer. Dus ja, klopt. Ja, waar. Ja, je merkt wel een vibe en dan op een gegeven moment ga je meer chillen, maar dan ook met z'n tweeën in plaats van met een groepje. Hoi jongens, vandaag gaan we naar de draaimolen. De zweefmolen. Ga je met ons mee? Let mij niet op. What you doing? Ja. Charlie, ben jij nu op iemand verliefd? Ja. Dat dacht ik al. Okay. Ik weet niet. Ik ben dat zijn Valentijn wil zijn. Ik weet niet hoe ik moet reageren. Wat? Wie? Zeg ja of nee. En vroeg me, heb je een Valentijn? Ik zeg nee. Zei die, wil je mijn Valentijn? Zei oh. Oh? Ja, het begon gewoon als vrienden. En toen merkte ik dat het voelde nog steeds aan als vrienden, maar ik voelde ook nog iets anders. En ik wist eerst niet wat het was, omdat ik het, ik denk, niet wou accepteren. En toen dacht ik van, ja, ik denk gewoon dat ik verliefd ben. Is er iemand in de groep waar je een crush op hebt? Felicia, denk ik. Ja, toch? Ja. Moet je niet weten. Wat vind je leuk aan haar dan? Ja, gewoon haar energie. Grappig, aardig. Dat wel, ja. Dat is wel duidelijk, toch? Mm-hmm. Ja. Ja, super duidelijk. Hey.
leuk aan Felicia? Hij zegt, alles wel. Alles wel. Dame in het grijs. Maar hoe gaat het in het leven ook? Heb je ook een vriend? Nee! Ja, en ik had een foto gestuurd van in de groepsapp van mijn familie. En toen vroeg iedereen of het mijn vriend was, omdat we samen op de foto stonden, maar dat was niet zo. Zeg nooit. Wat zei je? Zeg nooit nooit. Kappen ermee. Maar is hij dan je vriendje? Nee. Leg nee. Even uit. Ik noem het een situationship. Kijk, weet je waarom? Omdat je hebt geen relatie, maar je hebt ook geen vrienden meer. Dus dan is het een situationship. Omdat je hebt een situation. Is hij verliefd op jou? Ik denk het wel. Ja, maar dat zei hij. Dus ik neem aan van wel. Zo vaag. Wat voor soort meisjes val jij? Ik heb niet echt specifiek een type. Meer gewoon die persoon leren kennen vind ik dan wel goeie. En dan als ik dan die persoon echt leuk vind, is het niet bepaald een type of zo. Ik wil ook niet iemand zeggen die, ja, ik val echt alleen op de persoonlijkheid. Want dat is gewoon niet zo. Mensen zeggen ook altijd, ja, echt, het was liefde op het eerste gezicht. Nee, je vond het begin gewoon iemand die persoon echt heel erg leuk qua hoe iemand eruit ziet en daarna leer je iemand kennen, vind je iemand ook echt leuk. Liefde op het eerste gezicht bestaat niet, vind ik. Ja, jij bent hier degene persoon die getrouwd is, dus jij weet hier misschien wat van, maar dat. Wat is voor jou belangrijk in een romantische relatie? Dat de relatie wederzijds is, dus dat we het allebei willen. Dat je in ieder geval jezelf kan zijn. Veiligheid, consent, humor, aantrekkingskracht. Iedereen is gewoon die 100% waard. Dus dan moet je ook niet voor minder gaan. Het is belangrijk dat je sorry kan zeggen en dat je dingen kan uitpraten. Dus niet dat als je één ruzie hebt dat het gelijk is. Oké, het is uit, laat maar. Hey. Hi. Kan je mij goed zien zo? Ja. We gaan nog even een beetje met licht en het decor in de weer, dan weet je dat. Ja. Oké, Duron. Heb je wel eens verkering gehad? Ja. En hoe had je verkering gevraagd? Dat was gewoon door je verkering, ja of nee. Het is gewoon ja. Dus uiteindelijk had ik het tegen mijn ouders verteld. En toen had ik ook verteld wat haar naam was. Toen ging mijn vader zo'n liedje opzetten met haar naam erin. Dus dat was best irritant. Mijn vader ging echt de hele dag dat liedje zingen. We waren eerst best vrienden. En toen kwam hij er ineens mee dat hij me eigenlijk wel wat leuk vond dan dat. En toen ging mijn een paar keer gewoon afspraak spreken, niet als vrienden. En toen, ja, toen begon ik hem ook wel heel erg leuk te vinden. En nu hebben we een relatie. Heb jij wel eens verkering gehad? In groep 3. Nice. Ja. Nee, niet later dan dat, nee. Zou niet meer bezig ook. Zou je dat leuk vinden? Nu niet. Misschien later. Gewoon geen behoefte aan. Ik heb het druk met andere dingen. Genoeg andere dingen, muziek, feestjes. Vooral organiseren en heel veel Formule 1 kijken. Dus dat is toch wat belangrijker, vind ik zelf. Vind je het awkward om over liefde te praten? Klein beetje. Ik heb het er nooit over. Gewoon omdat het me echt vrij weinig uitmaakt. Weet je wat liefdesverdriet is? Volgens mij dat je gewoon heel jammer vindt dat je nog heel veel gevoelens hebt voor die persoon. En dat je het gewoon nog heel leuk vindt om tijd met diegene door te brengen, maar diegene niet met jou. Ik zit nu in de derde en ken daar sinds de eerste. En we waren echt heel close de hele tijd. En toen gingen we voor een maand uit. En toen waren we voor een maand samen, bedoel ik. En toen ging het uit na die maand dus. Ja, nu ben ik nog steeds wel verliefd. Maar en zij heeft het uitgemaakt? Ja. Maar het was wel goed dat we het uit hadden gemaakt dan. Ik begrijp het niet. Het was beter, denk ik, of zo. Ik weet niet echt hoe je het moet uitleggen. Het is moeilijk. Het
iets complicated. Ja. Maar, en weet zij dat jij nog steeds verliefd bent op haar? Weet ik niet. Denk het niet, maar het maakt me niet heel veel uit als mensen het weten. En heb je wel eens liefdesverdriet gehad? Nee. Het was gewoon, als het uitging, dacht ik, oké. Ik vond dat wel heel kut, ja. Ja. Dat vond ik echt lang nog kut. Ook op een gegeven moment dacht ik gewoon van, nu is het wel oké, maar dan eigenlijk toch ook niet. En het is gewoon moeilijk, omdat ik dan nu denk van, straks gebeurt het nog een keer. Hoe kun je het best met iemand uitmaken als je niet meer wil? Via app. Nee, grapje. Wow, nee. Nee, grapje. Moet je niet doen. Nee, gewoon in het echt. Ja, gewoon echt afspreken. Gewoon real life, face to face. En hoe doe je dat dan? In het echt? Het is uit. Nee, grapje. Wow. Nee, gewoon. Ik weet niet, wat was het? Ligt eraan wat er aan de hand is. Ja, ik wou net zeggen, je moet gewoon eerst de reden geven van waarom. En daarna zeg je dus, ik denk dat het beter is als we het hierbij kunnen laten. Ja, of als je echt, zeg maar, gewoon geen gevoelens meer hebt. Ik voel niks meer voor je. Dus weten dat we gewoon allebei onze eigen weg gaan. Ja. Oké, jongens, we zitten erin. You know what I mean, your lady. En toen uiteindelijk, het was volgens mij uitgegaan omdat de een of andere vriendin van haar had gezegd dat ik met iemand anders had, terwijl ik helemaal niemand van de school kende. En toen uiteindelijk was het daardoor volgens mij uitgegaan. Dacht zij dat jij vreemd ging? Ja, ze is dus geappt door een vriendin van haar. En daar had ze dus een screenshot van gemaakt en zei ze, ja, je bent vreemd aan het gaan. Ik dacht, wat? Hoe denken jullie over vreemd gaan? Heftig. Oh. Ja. Ja, ik heb gewoon een keertje gezoend met iemand. En die had blijkbaar dus een vriendin. Maar ja, wat kun je daar aan doen? Ja, ik persoonlijk heb het toen gewoon gelaten voor wat het is. Maar ja. Ik heb het niet zeg maar tegen die vriendin gezegd. Nee, dat heb ik niet gedaan. Zou jij het willen weten? Ja, ik zou het wel willen weten, ja. Want dan zou ik het gelijk met je uitmaken. Het is gewoon naar, want je zit al met iemand anders en dan uiteindelijk neem je iemand anders. Dat klopt niet. Dat is gewoon raar om te doen. Dan weet je eigenlijk al dat je niet bij diegene in een relatie zit. In plaats van vreemd gaan, zeg dan gewoon, het is uit, klaar. Dan ga je met iemand anders, want dat is eigenlijk nutteloos. Want dan kwets je iemand anders. Beter dat je iemand kwets, dat je iemand uit, dat je het uitmaakt, dan vreemd gaan. Want vreemd gaan is volgens mij echt veel sterk. Ja, ik vind het echt dom, sorry. Want het zijn alleen maar, je breekt iemands hart in principe. Het is gewoon, je kan iemand alleen maar verliezen. Er komen niet echt goede dingen van vreemd gaan, bedoel ik maar van. Denk je dat je ooit vreemd zou gaan? Nee. Als ik er gewoon geen gevoelens meer heb, zeg ik gewoon nee. Het is klaar. En dat was het. En als ik dan nog iemand anders leuk vind, dan ga ik gewoon met die andere. Hoe zit het met de crush op verlies, ja? Nee, niet meer. Was het wel, maar nu niet meer. Vertel eens. Zij gaf geen... Het was eenzijdig. Ik gaf te veel aandacht aan haar. Veel te veel. Maar je mag wel gaan. Ik wil dat je van me afblijft. Ik denk gewoon. Ja, het zit echt mooi. Nee, houd je hand thuis. Ik ben nu echt zielig zo. Sorry. Ja, denk hem aan. Kleine boefjes zijn jullie. Ik vond het wel jammer, maar ja. Er zijn meer vissen in de zee. Zo. Period. Talking about the first time. Seksuele voorlichting op school, zoals dat nu is. Wat gaat er dan volgens jullie allemaal mis? Alles. Zo heb je seks, word niet zwanger. Ik heb nooit geleerd hoe je een condoom om moest doen. Ik dacht echt dat als je op elkaar verliefd bent en elkaar zoent, dat er dan, weet ik het, een baby komt. Ik zat gewoon als 15 jaar echt om het. Gewoon YouTube-tutorials te kijken van alles. Ja. Oh, ja. Heb jij nog vragen over seks en alles wat daarmee te maken heeft? Ga dan naar sense.info voor informatie of anoniem advies.